Twee minuten de tijd, komt ie. Hou hem even goed vast als je een penseel vasthoudt. Artistiek! Ik mag blij zijn als ik dat doek raak. Ik voel me zo naar. Het lijkt een beetje op Nijntje. Maar dan met een hele grote piemel. Ik, jij, samen, zij, aan zij. Los van de grond, het bewustzijn voorbij. Ik, jij, samen, zij, aan zij. Hoi, welkom bij de allereerste aflevering van de Ochtendmix Summer Break. De komende 7 weken vier ik op mijn kanaal De Zomer en ga ik samen met Bibi Breiman, Pieter de Gans, Marije Zuurveld en Jeroen van Holland op zoek naar de mooiste plekjes van Nederland. Verdeeld over 2 teams gaan ze de strijd met elkaar aan en bepalen ze zelf of ze de vakantie in armoede of in luxe doorkomen. Een avontuur dat je niet wilt missen en dat vandaag start met het ophalen van de teams. Dit is de Ochtendmix Summer Break. Ik moet even mijn handen open. Ik blijf nog steeds wat voelen. Hey! Goedemorgen! Hey. Welkom jongens. Nice man. Dit is echt vet. Welkom op de Veluwe. Maar jullie hebben oprecht wel fucking veel mee. Oh my god. Nee, dit voelt als ik een bidet heb. Zit hier je tent in of wat? Slaapzak, een matje, een kussen, handdoeken. Kijk, dit is mijn bagage voor de hele week. Ja. Hebben jullie een tactiek? Nee, want ik heb dus ook geen idee wat de challenges zullen zijn. Je weet zeker dat een van de challenges zal zijn, zet je tentje op. Wie het snelst mogelijk zijn tentje opzet. Dat kan ik. Ja? Ik ben ook heel goed in aanwijzingen geven. Nou dan weten we dat ook weer. Team 1 bestaat in ieder geval uit het golden couple Jeroen en Marije. Marije lacht zich door alle video's heen en maakt op haar kanaal sketches. En Jeroen, ja, die is naast aanstormend talent van 2016 ook gewoon een enorme flirt. Daar gaat ons volgende team nog een flinke kluif aan hebben. De bus is nu onderweg en wij zijn ons heel kinderachtig aan het verstoppen. Ik voel me Yvonne Jaspers een beetje. Vandaag aan mijn boer Henk koppelen. Oh, ze zien ons echt duidelijk. Nee, ja, jeetje. What the fuck, er staan alleen koffers hier. Zo flauw. Zou jij durven met witte schoenen in het weiland? Ik ga ook niet alle challenges doen. Wat? Ik presenteer u graag team Pieter en Bibi. Nieuwkomer, model en spierbundel Pieter de Gans begint deze week pas aan zijn YouTube-avontuur. Maar Bibi Breiman verzamelde het afgelopen jaar met haar klunzig humor meer dan 130.000 abonnees. Like what? Een sterk duo, dus de vraag is natuurlijk, welk team gaat er met de winst vandoor? Hallo. Hi. Hier moet je het mee doen jongens, de hele week. Nou, verdomme. Oh my god. Nou, wat is dit? Want ik ben ziek. Moet hier. Heb je passie ook bij je? Nee, die was voor jou. Hebben jullie er zin in? Ja! Yeah! Jongens, welkom op camping Harskamper Dennen. We gaan eigenlijk deze hele week kamperen in tentjes. Maar om er een beetje lekker in te komen, gaan we vanavond hier slaan. Yes! Oh, nice! Ik had me ingesteld op tentjes. Oh, dit is chill. Het is gewoon een huis, man. Zo. Dat erg gekund. Dus het wordt alleen maar erg. Dat is ook wel. Nee, het wordt alleen maar erg. Ik heb wel een beetje zo'n safari gevoel. Ja? Waar zijn de tijgers? Wie was jij nou even de moeder deze week? Oh, yeah. Ik ben de moeder. Nou, dat hoort wat. Ik ben de meest chaotische denk ik van iedereen. Het is echt zo gezellig hier. Het is echt superleuk. Ik had echt verwacht dat we Achenebbes of zo zouden moeten campen, maar dat valt heel erg mee. En dit zijn de bedjes. En deze lag er ook al in. Hallo! Zijn jullie moe? Ja. En ik hoor net van Nan, echt super eng dat het tekenseizoen is. En dan krijg je dus, dat zijn die beestjes, heel voor, dus het is best wel gevaarlijk. Wat is er? Wat is er dan? Had je hem gepakt? Met die washand van Marije. Niet met mijn washandje! Hé, hey, maar dat is niet leuk hè, want wist je dat je in de avond kruipjes in je mond? Ik durf hier niet meer te slapen. Hallo, spinnetje. Nou, het was wel zo. Hallo, je hebt een klantboer, wat lul je nou wat? Elke aflevering heeft één challenge die bepaalt of je de nacht heel luxe doorkomt of een beetje in armoede. En één challenge waarbij je elkaar beter leert kennen. En die gaan we nu doen. Lieve mensen, wij gaan zo meteen de eerste challenge doen. En daarvoor moet je echt kleding aandoen die vies mag worden. Oh, van top tot kom gelijk even met de deur in de huis. Bam! Hey Nan, ga jij uit de kleren?
Jongens, deze aflevering staat in het teken van teambuilding, want jullie moeten echt goede samenwerkende teams worden. Ik heb goed en ik heb slecht nieuws. Slecht nieuws, ja. Het goede nieuws is dat hier twee doeken hangen, verfpotjes er staan, twee doekjes. Jullie gaan zo meteen schilderen. Eén iemand geblindeerd en de ander geeft aanwijzingen van het object. Het slechte nieuws is dat we eigenlijk een naaktmodel hadden en dat die heeft afgezegd. Nee! En dat daarom ik nu uit de kleding ga. Want je moet een object hebben. Dit is een grapje. Nou echt doen? Nee! Oh, ik snap zo niet waarom ik dit nu doe. Maar wij staan heel laag, hè? Ik weet niet. Zullen we even omkeren? De blinddoeken mogen zo meteen op. Je hebt 2 minuten tijd om het even goed in je op te nemen. En daarna moet je het geblindeerd na schilderen. 2 minuten de tijd. Komt ie. Oké, neem het even je op. Wat een man, hè? Ik ga in de pose staan. Ik zou zeggen, godverdomme, ga schilderen nu. Oké! Okay. Oh, ja? Hij heeft nu iets in zijn haar. Artistiek. Ik mag blij zijn als ik dat doek raak. Dit is de middel? Ja. Doe maar de kleine dan. Hou hem even goed vast als je een penseel vasthoudt. Ik heb hier zo'n plaat met verf. Die wordt helemaal kut. Hier ligt nu de kleur. Je zit nu in blauw, je zit nu in rood en je zit nu in. Oh ja, dat ga ik ook echt onthouden, en ja. Beetje, en dan ga je een beetje zo mengen zo. Hij staat een beetje als, als Caesar ook. Caesar Milan, de dog whisperer. Waar moet ik... We hebben dit ook pas net last minute besloten dat ik het dan maar ga doen. Want wat moet je anders gaan schilderen? Een fucking dennenappel. Ik voel me zo naar, Oh kak, ik schilder al! Wacht. Ja, hij zit daar nu, waar die klas in zit. Ja, dit is mooi. Perfect. Ah, heel goed. Dit was zo eng! Nee, die was goed. Zal ik gewoon zo, doen? Oh, het zit helemaal over me heen. Domme kut. Hey, daar wat zit is de camera. Pas oh. Ik denk een stengel. Ik wil nog een tepel, want hij moet er 2. Zit ik goed? Ja. Oké, naar beneden nog een beetje. Ik kan niet heel veel lager meer. Ik ga nu naar beneden. Nee, oh, niet per se op je knieën, dat hoeft niet. Ja, mooi. Terug. Ja, dat is goed. Dat is perfect. So many times I've been alone in my life, but now I found a reason to be smiling. You came into my world and then you turned on all the lights. Just when I was really getting tired of trying, all the time I've been waiting for the summer sun to shine on me. And now you're here, I can look up high and there's not a cloud. 3, 2, 1. Kijk maar. Hey! Kijk dan hoe goed. Hij is best goed. Ja. Is een beetje show. Het lijkt een beetje op Nijntje, maar dan met een hele grote piemel. Kijk eens, een piemel is een bloem. Jongens, ja. Mag je even storen? Ik vond het fantastisch, ik heb ze allebei gezien. Ik vind mijn bloemenpiemel helemaal fantastisch en ik heb onwijs een honger. Dus ja, ik vind dit een goed begin van de hele serie, maar laten we alsjeblieft even wat eten. Ja, dat doen? Nu al? Ja, ja. En dan ga ik daarna genieten van mijn bloemenpiemel. Kom. Hiervan! Zo! Geschrokken, hè? Yes! Dit zijn jongens, dit is een beetje veel. Ik heb nu ook een tomaatje in slaagpot van nu, dat we even een broodje gezond kunnen maken. Oh, dit is, ik dacht al, als ik een week met Nan ben, dan wordt het gewoon een week kleiner gewoon. Jongens, dit is pas echt campinglife, hè? Oh my god! Ik glij uit! Het is hier super nat! Nou jongens, eet smakelijk allemaal. Hey! Die kreeg je erbij, dat is de bonus. Jij eet ook kaas met jam. Ik ook. Dat is lekker, hè? Altijd als ik dat zeg, dan zegt hij in god. Kaas met jam? Super lekker. Ik wissel gewoon af. Weet en dan neem ik morgenochtend weer een witte boterham. Oké, jongens. Even je laatste hap doorslikken. Ik weet niet of jullie tegen water kunnen, maar pak even je jambroek. Goed, de eerste bepalende challenge die is in de regen op het Henschotenmeer. Dat is dan wel weer erg leuk. Te winnen valt een heel fijn pakket voor vanavond waar je lekker warm met een beetje chocomel en marshmallows kan wegkwijnen. Ik heb van elk team een bikkel nodig met een harde strot. Ja, hier was ik al voor. Dat kunnen we allebei. Wat maak ik niet uit. Jij wil erin? Wie bedoelde ze wel? In het water vind je een aantal boeien met daaraan een vraag. De antwoorden liggen op het eiland, dus het is heel erg simpel. Vind de vraag, vind het antwoord bij elkaar en schreeuw het naar mij over. Heel veel succes. Wow. Wat is je tactiek?
weet niet. Gewoon schreeuwen. Ja, schreeuwen. Rennen. Gewoon. Let's do this, okay. Yes. En niet verliezen. Oké, okay, jongens. Jullie tijd gaat nu in. Nee. Go. Oh, dit voelt zo raar. Ah, die boei zit vast aan mijn been. Kut, wat een kut weer. Hoe kan dit nou weer? Oh, het weer. Ja, stop maar heel even. Piet, kom hierheen. Kom hierheen. Oh my god, heb je het koud? Nee, ik heb het fucking warm. Ja, nee, serieus? Ik zweer het. Ja? Ja, het water is echt lekker. Jongens, het regent zo hard. En ik heb net die challenge gedaan in het water. En ik vind het zo lekker. Serieus, de rest vindt het zwaar kut. Maar ik vind het echt chill. Luister, dit was niet helemaal de planning, dus ik zou zeggen, we gaan lekker naar huis, kampertje steken en dan doen jullie met marshmallows een slag, want dat hebben jullie dik verdiend. Ze horen het niet eens, jongens, jullie hebben het pakket gewoon gekregen. Oh, wat chill! Ja, ja. Leuk, jongen. Hey, luister, jullie hebben zulke mazzel, hè? Jullie hebben zo'n mazzel. Wat een droogkleut zijn dat, hè? Marije, ben je het mee eens dat zij het pakket krijgen en dat we gewoon lekker een kampertje gaan stoken daar? Heerlijk. Ja, toch? Absoluut. Precies. Yes. Kijk dankjewel. Maar Bibi heeft helemaal de tijd van de leven. Ja. Kijk nou naar haar. Ik voel me net weer vier of zo. Ik vind het echt heel leuk dit. Oké, op naar de camping. Nou, je verwacht toch dat het dan zo gaat? Ja, nee. Nou, vind ik jammer van dit merk. Ik denk dat het een spin was met een soort web in de outreed. Ik zag hem al, maar ik wist niet hoe ik het moest zeggen. Nou, jij bent het ook ergens gewoon, nee. Nou, ga zitten, ik wil proosten. Lieve mensen, proost op een hele mooie serie, volgens mij. Wat vond je hoogtepunt? Ik vond alles leuk. Ja. Ja. We worden nog een hele lange week. Dit was de allereerste aflevering van de Ochtendweek Summer Break. En als je nou niks wilt missen, dan moet je je even abonneren. Vergeet deze video niet te delen. En check alle social media van deze mensen even in de beschrijving. Piepe Breeman, Pieter de Gans, Marijs Uveld en Jeroen van Holland. Jongens, dank jullie wel. Woehoe! En tot volgende week! Ja, en volgende week zie je hoe iedereen om 6 uur wakker wordt gemaakt voor een flinke bootcamp. Schieten we heel wat pijlen de lucht in. Speelt de grote challenge zich af op Radio Kootwijk. Gaan de teams zelf aan de slag met de pizza. En wordt er bepaald wie er onder slechts een zeiltje de nacht in moet. Subscribe en tot volgende week!